Leon Bronckhorst, IJsselmeervogels wint vandaag de belangrijke wedstrijd tegen GVV. Voor jou lijkt me dat een dubbel zoete overwinning. Nou ja, kijk, als je natuurlijk vorig jaar bij Dover gespeeld en toen werden we 3-0 afgeslacht hier. Dus dan is het wel, wel extra lekker dat je deze blauwe ook eventjes aan de kant kan zetten. En ja, als je dan met zo'n fantastische goal van Jeffrey kan, dan is het natuurlijk helemaal mooi. Ik voel jullie qua strijd zo extreem gemotiveerd. Ja, maar dat weet je als je hier naartoe komt. Want dit is natuurlijk eigenlijk, deze ploeg die, levert ook altijd heel veel strijd. En ja, als je dat niet het minimaal hetzelfde levert, ja, dan win je hier niet. En dat is ook de kwaliteit van hun. Maar ik denk dat we het vandaag absoluut tegenover hebben gezet. Voetballen was misschien niet super bij ons, maar je ziet dat je met strijd ook een heel eind kan komen. Jeffrey Winter, de trainer noemde jou net onverstoorbaar. Dat lijkt me best knap, dat de 2 jaar die jij achter de rug hebt. Ja, het zijn 2 klote jaren geweest. En, maar ja, deze is nog niet afgelopen. Ja, vorig jaar was gewoon dramatisch. En, ja, ik begin ook weer gewoon dramatisch, weer blessure. En, ja, dit is wel even een steuntje in de rug, moet ik zeggen. Ja, ik had ook echt het gevoel dat de vreugde na jouw doelpunt, jouw prachtige doelpunt, dat daar ook een stukje van die frustratie van de afgelopen jaar in zat. Ja, absoluut, tuurlijk. Ten eerste, het is een heel belangrijk doelpunt voor de club, voor het team en ook voor mezelf. Het is gewoon een lekker gevoel op dit moment. Roy Wesseling, IJsselmeervogels wint vandaag de hele belangrijke wedstrijd tegen GVV. Ik kan me voorstellen dat jij extreem tevreden was met het team. Ja, ik vind met name ook de teamprestatie, die is de roemer vandaag. Want behouden ze de eerste 10 minuten. We hebben keihard gewerkt, veel duels gewonnen. Veel tweede bal opgepakt, kopduels gewonnen. Ja, ik kan geen speler noemen die niet zijn best gedaan heeft. En dat vind ik een mooie teamprestatie. Maar niet vergeten natuurlijk dat de goal die gemaakt wordt door Jeffrey. Dat is natuurlijk ook een uitzonderlijk doelpunt. Dus ik kan hier alleen maar heel erg tevreden over zijn. Ja. Ik neem aan ook dat jij de zegen verdiend vindt. Ja, ik denk dat je gezien hebt dat we de tweede helft heren meester waren qua voetbal. En dat we ons niet hoeven te verwijten, maar dat we wel meer doelpunten hadden moeten of kunnen maken. Ik denk dat we dus ook nog niet zo strijdend IJsselmeervogels hebben gezien. Nou ja, ik zei het net al tegen de schrijvende pers dat ik met name daar heel erg over tevreden ben. Dus wat dat er gaat, als het moet. Dus vandaag moet het, nou, dan staan we er en dat is, is een compliment waard aan de groep. Het was nummer 1 tegen nummer 2, vond je het ook echt een topper? Nou, ik denk dat wij het eerste kwartier, 20 minuten, hebben het een beetje moeilijk gehad. Want toen waren zij wat beter, vond ik. Maar ik denk dat ze daarna niet echt meer in hun spel hebben gezeten. En dat wij denk ik gewoon de wedstrijd hebben gedomineerd. Hebben jullie je anders voorbereid op zo'n belangrijke wedstrijd? Nee, ik denk dat je altijd gewoon normaal moet doen wat je normaal altijd ook doet. Dat werkt bij elke andere wedstrijd ook, dus waarom zou het nu niet werken? Dus. Vond jou ook vooral de eerste helft een hele belangrijke rol spelen? Ja, nou, belangrijk. Ik denk dat ik doe gewoon altijd mijn best en ik ga er altijd vol 100% tegenaan. En de eerste helft kon ik wat meer druk zetten ook op die linksback. En de tweede helft werden de ruimtes iets groter, werd het wat moeilijker. Dus daardoor lijkt ook misschien dat verschil aanwezig. Hoe is het mogelijk dat het IJsselmeervogels van vandaag zo strijdend en zo geconcentreerd speelde? Nou, dat kennen wij ook. Dat heb je vandaag gezien. Ja, je weet dat het hier niet vanzelf komt. Je moet een hoop arbeid leveren. En dat hebben we gedaan. En dan kunnen we het ook GVV heel moeilijk maken. En ik denk dat er op de overwinning niks is af te dwingen. Dus gewoon terecht overwinning. Hoe belangrijk is dit voor de teammoraal naar de komende weken toe? Ja, heel belangrijk. Kijk, verlies je hier, dan komt GVV over je heen. En dat heb je niet laten gebeuren. Je hebt het gat alleen maar groter gemaakt. En een gelijk spel had ook nog in principe gemogen, want dan blijf je voor ze. Maar ja, dit is natuurlijk ideaal. En het hoeft niet met groot spel. Maar je ziet het vandaag wel keihard werken en dat kunnen wij ook. Hoe belangrijk is dit voor de moraal met de wedstrijd die je de komende weken wacht? Nou ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat je deze wedstrijd sowieso niet verliest. Wij wilden hem winnen. Naarmate de wedstrijd vorderde gingen we ook steeds meer risico nemen met wisselen. En ik denk dat dat een hele belangrijke basis is om herfstmeister te worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het nu echt een beetje een winning mood groeit. Nou ja, weet je, het is natuurlijk, dat wordt wel eens onderschat denk ik, of vergeten. Dat gevoel heb ik, hè. Dat je natuurlijk 15 nieuwe spelers hebt. En ik zeg altijd, we zijn met een nieuw tijdperk bezig. Ik heb het niet meer over 2005 moet je niet vergeten, in 2006. Maar het is een nieuw tijdperk met een nieuwe selectie. En ik denk dat er wat moois kan komen. En ik vind ook dat we beter gaan voetballen. En dat we een groep worden. Dat gaat natuurlijk niet in een paar maanden tijd.
Er zijn teams die zijn al 3 jaar samen. En dat zie je vaak terug. Nou ja, daar, zover zijn wij nog niet. Ja. Kun je tot slot beschrijven hoe lekker het onthaal was wat jij kreeg in de kleedkamer? Ja, dat was wel, was wel een lekker gevoel, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk altijd leuk. Hè? Dankjewel. Kun je wat vertellen over de sfeer in de kleedkamer de afloop? Want volgens mij was het echt een ommekeer. Klopt dat? Nou, ommekeer. De sfeer is altijd goed bij ons in de kleedkamer. Dus kijk, en als je verliest, dan is het even kloten. En dan heb je een kut zaterdag. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar ja, kijk, als je wint is het natuurlijk leuk. En dan komt Jeffrey later nog binnen. En dan is het met z'n allen even zingen voor Koning Winter, hè? Heet hij geloof ik hier. Dus. Maar goed, zo'n wedstrijd winnen met 2 van die belangrijke wedstrijden voor de deur lijkt me wel voor het groepsproces heel erg belangrijk. Ja, tuurlijk. Kijk, dit is ook een hele belangrijke maand voor ons. Je kan hier gewoon echt hele goede zaken doen. En ik denk dat we vandaag de goede weg in zijn geslagen door hier met 1-0 te winnen. En ik weet niet wat die andere wedstrijd in Spakenburg-Dovo ook gewonnen. Nou, dat maakt ook niet uit. We moeten zelf in Spakenburg winnen. Dus ik denk dat we gewoon goed zijn begonnen aan die 3 wedstrijden. En nu moeten we gewoon een goede voortzetting eraan geven. Dankjewel. Ja, oké.